Ja, natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag een nieuwe aflevering van de Road to Live TDM Moab. Natuurlijk op MW3. Ik heb deze serie ooit een keertje gehad. En ik ben ermee gestopt eigenlijk na een paar maanden. Omdat gewoon, andere dingen kwamen. En ik dacht mezelf, ga ik er te lang mee door? Dan stop ik er gewoon even mee. Ik dacht mezelf, het is eigenlijk wel leuk om dat gewoon weer terug te brengen. Want het is toch iets wat ik nog steeds niet gehaald heb. En natuurlijk heb ik gewoon heel veel andere dingen wel moves opgehaald. Ik heb natuurlijk Domination gehaald. Kill Confirmed. Free For All heb ik zelfs nu gehaald. En ik heb ook op Infected zelfs moves gehaald. Niet dat je denkt van, dat is moeilijk, Infected of zo. Maar ik had het nog nooit in ieder geval gehaald voordat ik mijn Road to Life Infected mob ging doen. Nu gewoon een keertje leuk om het gewoon een keertje op TDM weer te gaan proberen. En vinden jullie dit nou leuk? En ik hoop het natuurlijk wel, want dat is natuurlijk altijd leuk als jullie het leuk vinden. Dat zeg ik precies goed. Dan moet je even een blauw duimpje natuurlijk achterlaten. En het is gewoon, het is wel leuk om te proberen weer eens, ja toch? Heel veel streaks heb ik gehaald. Ik heb 15 streaks gehaald, 20 streaks, nog hoger zelfs, 22 streaks heb ik zelfs een keertje gehaald. Maar nog nooit echt de Moab zelf, zeg maar. En dat wil je wel natuurlijk halen. Yes. Wow. Ik zie niks meer. Doordat ik stunt was. Jezus. Oh my god. Nou, moet ik even healen. Ik schoot mijn hele wapen op me leeg. Het zal wel aan mij liggen. Oh, echt op zo dit soort mappen is het altijd pure shit natuurlijk. What the fuck man, is dit nou weer? God. Zo. Nou, wat zijn ze nou met LMG's aan het kutten? Dat willen we toch ook niet? Vind je ook niet leuk? Want dit schiet niet op. Oh nee, Pavlo! Uit de care package. Nou, dan is dat weer game over natuurlijk. Zo. Waar zitten ze? Dit gaat op zich wel redelijk. Gaat best wel goed. Maar... Oh, wegwezen. Kom op.
Ja. Waar zitten ze? En nu moet ik de andere kant op rennen. Ah. Kom op. Kom op. Kom op. Nu. Rennen. Kom op. Waar? Ik had hem bijna. Ik had hem bijna. Die kut payflow! Dat is het begin. Dat heeft me een das om gedaan. Nou jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye. Vergeet niet, hè. Kijk eens liken natuurlijk.